Welkom terug in de studio. Naast mij zit Steve Boonstra van de Luchtvaartpolitie. Je hebt in Nederland best wel veel partijen met wie je te maken kan krijgen. De gewone politie, de marechaussee, de luchtvaartpolitie en dan ook nog ENLT. Wat is jouw rol in dat geheel? Nou, ik werk dus bij de luchtvaartpolitie en alle luchtvaartgerelateerde zaken binnen Nederland, die worden door ons in de regel behandeld. Nu mag je als hobbyist bijvoorbeeld 120 meter hoog in Nederland vliegen, op bepaalde plekken. Hè? Je mag niet overal vliegen. Ja. Krijgen jullie veel meldingen binnen van mensen die andere drone-vliegers zien en die zich daar ergeren? Ja, want ik snap dat het heel leuk is om met zo'n apparaat te vliegen. Alleen je hebt ook nog andere partijen waar je mee te maken hebt. Er zijn genoeg burgers in het land die het helemaal niet leuk vinden. Die voelen zich aangetast in hun privacy of die vinden het gevaarlijk dat zo'n apparaat daar vliegt. En je hebt te maken met de luchtvaart, de kleine luchtvaart en de grote luchtvaart, waar we toch ook wel regelmatig meldingen van ontvangen. Puur voor de hobbyvlieger. Waar moet je nou echt op letten en wat is belangrijk als die met zijn drone naar buiten gaat? Nou, wat ik eigenlijk als eerste wil zeggen, kijk op de site van de Rijksoverheid. Maar waar het in het kort op neerkomt is dat je niet boven de mensenmenigte mag vliegen, niet boven aaneengesloten bebouwing, niet buiten de daglichtperiode, dus als het buiten donker is. Ja. En in klasse C luchtruim wordt er gesproken in de wet en regelgeving. En dat zijn de aanvliegroutes van de grote vliegvelden. En die staan allemaal op dat kaartje op Rijksoverheid website staan die beschreven. Oké, Steve, super bedankt voor je toelichting. Rijksoverheid dus in de gaten houden. Ja, zeker. We hebben een filmpje waar jij in actie bent volgens mij. Ja, dat klopt. Ja. Oké, nou leuk. Dan gaan we nu even naar kijken. Steve in actie als luchtvaartpolitie. Ja, kunt u gaan naar het Amsterdamse bos, locatie Grote Heuvel. Daar wordt opgewacht door een boswachter die heeft een droomvlieger staande gehouden. Ja, op het moment krijgen we best veel droommeldingen. Die dingen zijn overal te koop. Veel mensen gaan er zomaar mee vliegen zonder dat ze zich verdiepen in de regels. Ja, en als je vlakbij een vliegveld zoals Schiphol gaat vliegen, is het natuurlijk een botsingsgevaar. Dat is de meest extreme vorm. Maar het kan ook zijn dat een piloot toch schrikt van zo'n ding wat in één keer vlak voor hem komt. En dat kan ook gevaar opleveren. Ah, kijk, we zijn er. Ik zie daar de boswachter en de drone. U hoeft geen antwoord te geven hoor, maar weet u dat dat niet mag? Nee, wist ik niet. Nee. Dus daar wordt procesverbaal tegen u opgemaakt. En dat apparaat wordt in beslag genomen. En u wordt op een later moment op het politiebureau uitgenodigd om gehoord te worden als verdachte. Nou, ik ga weer naar Schiphol. Nog wat papierwerk afhandelen, de drone inleveren en dan zit mijn dienst er weer.